allemaal en fijn dat jullie kijken naar de eerste video van Roadtrip Frankrijk 2019. We staan hier... De eerste locatie die we gaan doen is een verlaten huisje in Frankrijk. Ik sta toevallig al binnen. Ja, het is best wel tof. Hè. Ik heb al even rondgelopen, maar natuurlijk kijken jullie ook alles aan het zien. Let's go! Maison Scavenger is a very old house in France. And it has been abandoned for years now. Why is it abandoned? Why did these people leave? That's a question we always ask ourselves. We went to many abandoned houses before, but for some reason this one felt different. It seemed like possessed. Maybe it's because of the satanic people who have turned some crosses upside down here. Al sta je nog schoon, we zijn aan pasta. Al sta je nog schoon onder het stof. Je ziet dan ook die oude potten en zo, die pannen, die hangen hier allemaal. Een heel oud, creepy keukenske. En ik veronderstel dat deze een soort verwarming geweest. Omi. Wat zou je aan het doen? Omi. Is deze verwarming? Ja, ja, oude kachel. Echt zoiets. Een stofpot. Stofpot, nee. Dat is echt, dat maakt ze. Oh ja? Een kookvuur is hè? Ja, een stofpot. Stofpot, ja. Een heel nauwe oven of zo. Amai, om de kijkers alle kanten, man. Oké, Umi can be really fun behind the scenes. As you could see a moment ago. She is really funny sometimes. But to come back on the house topic, there is really much more than only this kitchen. Let's head for the room next to the kitchen. I think it was a dining room. Toen was er terug licht in het huis. Hier is natuurlijk al een leuke open haard. Leuk spiegeltje. En hier is een heel boekenrek, hè? Hier ligt ook nog eens heel ouderwets van die camera film rol dingetjes of zo. Bomen of zo. Dat is hier in een tuin, denk ik. Omi. Die luster hier, heb jij schoenen die er thuis gekeken? Ik zie het nu. Het is echt mooi, dat zijn draken. Nee? Ja. Ik weet niet wat dat zijn. Die hebben vleugels. Soort van... Vliegende draak. Ja, zoiets. Fly dragon. Ja, soort draak of zo, denk ik inderdaad wel. En dat die mond komt dan. Die dingen. En dat staan bloemetjes of zo. Hier staan een vogel, dacht ik. Zie? Dat is zelf gemaakt. Ja, dit is denk ik zelf gemaakt, maar dat is wel heel speciaal. This dark dusted room had so many details from the past. The ones who are following my channel from the beginning probably know that I love old things. I'm not saying Umi is an old thing, but she is older than me, but she is still pretty and... yeah, never mind. Let's head back to the video. Die staat nog een heel oude telefoon. Of ja, hij is niet zo heel oud, want hij had drukknoppen. Oh, die aansluiting. Oké. Dat is iets dat ik nog niet echt gezien heb, zo'n aansluiting van telefoon. Ja. Bij ons is dat helemaal anders. Ja, maar ik heb nog iets anders gezien. Wat is dat? Wat is dat? Dat is nog een oor of wat? Kan je nog zo... Dat is normaal gezien voor hier. Daarvoor alleen voor te horen of wat? En dan deze nee. Voor te praten. Dit is een luidspreker, dat is een micro en dat is... Voor te praten. Daarmee, ik wist het niet. Geen idee. Of een luidspreker zou denk ik logischer zijn. Dat
Dus hier komen de gang binnen. We gaan hier eens naar boven. Ik denk 2 verdiepingen. Ziet die kast hier? En dan hier dat tafeltje. Staat hier zo schoon opgesteld in de gang. Hier zijn waarschijnlijk slaapkamers. Wauw. Omi, waar zit er in die kast dan? Ga eens kijken. Deze? Ja. Ah, een vlieg. Nee, een bij. Tss, ja, die zit er dan niet. Boeken? Nee, geen boeken. Dat zijn geen boeken, hè. Materiaal, precies. En papieren, veel tekeningen. Die schapen van de kerst al en zo, man. Creepy. Tapetje, ja. Echt, hè? Dat je precies die dingen zijn. Ja, dat zei ik dat straks ook al. Dat is precies dat verbrand is. Daar ik hier ook al heel verbrand, eerlijk gezegd. Zo'n oude sleutel, een paternosterke. Het behangpapier is echt super kleurrijk. Zie. Schoon dag. What I usually like about old bedrooms is the wallpaper. It was always so colorful in the past. We still found some old wallpaper rolls that were left behind in one of the rooms. But as you know, we take nothing but pictures. Or in this case, a video. Zo, van die serieboekjes, hè. Jongen, die is echt zo, dat ga ik zo ver, hè. Deze zijn echt mooie boeken, hè, zo. Hier liggen er nog zo. Zie je zo, man. Zo'n ver een boekje. Vroeger hadden de mensen echt heel veel boeken. Op de dag van vandaag is alles digitaal, met computer, tablets. Maar vroeger hadden de mensen dat allemaal niet. En hadden ze echt alleen maar boeken. Of ja, ook wel vast andere dingen, maar vooral boeken. Dat valt me echt op als ik in die oude huizen kom. Die hebben allemaal wel van die boeken of die bibliotheken en zo. En dan kom ik hier van de ene slaapkamer in een andere. En ik kan al meteen zeggen... Wauw, dat is ook weer een schoontje. Totaal niks kapot gemaakt. Dat is waar dat wij van houden. Volledig intact. Echt schone geschiedenis. Er ligt nog een handtasje. Ja. Die zal wel leeg zijn, ja. Ah, hier is wel een hoofd af de beeld gebroken. Zo jammer. Een mooi werk van die spiegel. En dan zo'n stoel op een slaapkamer. Hè. Dit is ook weer typisch een huis. Dat valt me echt heel erg op. Het is nu al de 4e of de 5e slaapkamer waar ik binnenkom. Hier hebben ze heel veel slaapkamers. Vroeger, dan spreek ik over 60, 70 jaar geleden misschien, hadden de mensen echt veel meer kinderen, waren de gezinnen veel groter. Since the families used to be bigger, they had more bedrooms than we are used to now. But of course, also playrooms. Maar de plezantste slaapkamer vind ik eigenlijk deze waar ik nu binnen wandel. En waarom vind ik dat plezant? Hier sliepen kinderen. Voor een of andere reden, kinderkamers hebben altijd creepy dingen. Ik weet niet waar, hier staat een poppenkast. Ik schrok daar net eigenlijk al een beetje van dat ding. Ik had er niet verwacht dat hij hier zou staan. Er zijn allemaal verschillende doeken en zo daarin. We found a lot of children's stuff that was left behind in this room.
We found card games, a puppet show, a rocking horse, and also a desk. Or is it more like a school bench? A name and a date was written on it with chalk. Er staat 1945 met kraat op. Ik weet niet, ja, het zou van die tijd geweest kunnen zijn. Of iemand heeft het achteraf nog geschreven, dat kan ook. Maar als hier misschien jaren al geen mensen mee geweest zijn, kan dat wel. Ja, er zijn wel mensen geweest, want ik heb foto's gezien van deze plaats. Dus, maar als het origineel is nog wat erop staat, dan 1945, ja, dat is wel echt lang geleden dan. We inspected every room up here, and we've shown the best to you. Downstairs is one more room we definitely want to show you. Also, this place is known for that one room. Oké, dus hebben we boven alles gezien. Mm-hmm. We gaan nu nog naar beneden. De laatste kamer is denk ik de beste. En die hebben we tot laatst bewaard. Is er de beste? Ja, dat is de beroemdste kamer van deze plaatsen. Dit is echt de bibliotheekkamer, de beroemde kamer waar ik de meeste foto's van gezien heb. En waar de meeste mensen ook voor naar hier komen. Deze. Dat zijn dus de mooiste kamer en de leukste kamers. Hè? Zo van die bibliotheken. Alleen zijn de boeken hier wel minder mooi, vind ik. Die hebben niet zomaar van die mooie kaften en zo. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik vind het nog steeds vet. Een oude radio. Stel je voor dat je hier vroeger zat om boeken te lezen. Die foto van Jezus over de spiegel. Een krant van 1974. Een bijbel. Omi, Omi, ik denk dat we alles gezien hebben hier. Ik denk dat we al naar de volgende locatie zeker, hè? Amai, dat was een droom. Let's go. Op naar de volgende locatie. To be honest, I didn't fill in many details in this room. The reason is probably because we inspected this room last. After 1 hour of exploration, it was time to go on to the next spot. It was an eerie sight hidden among the trees, but that's something you will see next week.